Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Big Mert. Vandaag gaan we de hemokul uitleggen. Laat een like achter, abonneer, subscribe. Dat zou wel major love zijn, man. Neem allereerst een goede positie aan. Wees niet te gespannen. Voeten op schouderbreedte, schouderbladen naar elkaar toe en je elleboog gelokt gedurende de hele beweging. Houd je knieën losjes, dus niet je benen strekken. Controleer de beweging omhoog en squeeze je bicep goed bovenaan. Dat is belangrijk. Probeer dat ook 1 seconde vasthouden. Laat het gewicht langzaam zakken. Zorg ervoor dat je onderaan de beweging je tricep flext. Zo zorg je ervoor dat je de voordelen ervaart van het stretch en squeeze principe. Met de hammer curl ligt de focus vooral op de brachialis. Die gaat schuil onder je bicep. Als je die goed traint, komen je biceps nog meer omhoog. Ook zorgt het trainen van hammer curl voor een wijdere bicep. En je traint tegelijkertijd je onderarm. Hammer curls danken hun naam aan de hamerachtige handgreep die je op de halter hebt wanneer je ze uitvoert. Wat veel mensen vergeten is dat er vanuit de beweging terug omlaag ook veel spieropbouw plaatsvindt. Volgens dit onderzoek zorgt het langzaam zakken van 3 tot 5 seconden voor een betere isolatie van de brachialis. Als je de brachialis wilt trainen, is het aangeraden een pronated of neutral grip te gebruiken. De hammer curl is dus met een neutrale grip uitermate geschikt om de brachialis te trainen volgens dit wetenschappelijk artikel. De hammer curls kun je op 2 verschillende manieren uitvoeren, bijvoorbeeld per arm of tegelijk. De meningen hierover zijn verdeeld. Je kan het beste kijken wat voor jou werkt. Ik vind persoonlijk tegelijk beter, omdat ik dan voor mijn gevoel minder rust heb per arm en zo de time under tension verhoogd wordt voor mijn biceps. Aandachtspunten: ellebogen voor de heup houden, polsen recht, neutrale ruggengraat, buig de knieën lichtjes, pak dumbbells meer in het midden of dichter bij de bovenkant van de halter. Adem in op de weg naar beneden, adem uit op de weg naar boven. Wanneer je de dumbbells naar beneden laat zakken, zorg dat je je tricep stretcht voor die full range of motion. Wat je niet moet doen: swingen van de gewichten met je ellebogen niet stabiel en gelokt. Hierbij wordt vaak het lichaamsgewicht gebruikt om met de slingerende beweging het gewicht alsnog omhoog te krijgen. De oorzaak hiervan is vaak een te zwaar gewicht, wat ten koste gaat van de uitvoering van de oefening. Laat je ego thuis en focus vooral op de uitvoering van de oefening om zo blessures te voorkomen. Dit gaat vaak ook ten koste van de mind-muscle connection van de oefening en dus geldt voor deze oefening en eigenlijk voor alle oefeningen dat je niet te gewicht moet nemen dat te zwaar is. Dit zorgt ervoor dat andere spieren gaan overnemen op de oefening en je niet geconcentreerd je bicep traint. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Vond jij dit goede informatie en zou je meer van zulke video's willen zien? Vergeet niet de boy te followen voor kennis en wijsheid. Big Mert!